De Spelen zijn voorbij en Nederlandse medaillewinnaars zijn vandaag gehuldigd. Twee Almeerders mochten op bezoek bij de koning. Een wijntje uit Frankrijk of Italië, het hoort bij de zomer. Maar wist je dat er ook wijngaarden te vinden zijn dichter bij huis? En als je denkt aan eten op een festival, denk je misschien aan een broodje knakworst op de camping. Maar Eva en Sanne staan met hun culinaire hoogstandjes op Lowlands. Het is dinsdag 13 augustus en dit is Flevoland. Goedenavond. Dat allemaal straks. Eerst nieuws uit Zeewolde. In de buurt van het aquaduct naar Harderwijk zijn hulpdiensten massaal op zoek geweest naar een drenkeling. Het bleek loos alarm. Rond 3:30 vanmiddag hebben twee automobilisten los van elkaar gemeld dat ze iemand zagen staan die van de brug ging springen. Toen de politie arriveerde, troffen ze niemand meer aan. Vervolgens startte een zoekactie waarbij verschillende duikteams van de brandweer werden ingezet. Meerdere brandweerboten gingen het water op. De kustwacht kwam in actie. En ook een traumahelikopter was naar de plek gestuurd. Maar uiteindelijk werd dus duidelijk dat er geen persoon in het water lag. Dan, ze zijn er weer. Uit Parijs zijn onze sporthelden weer terug. En onder hen twee Almeerse topsporters met een Olympische medaille. Roeister Laila Youssefou en hockeyer Jonas de Geus. Ze werden vandaag gehuldigd in het centrum van Den Haag. Ja, lekker. Waren mooie dagen nog in Parijs, maar het is wel weer leuk om thuis te zijn ook, ja. Heb je niet zoiets om echt lekker thuis te zijn nu en nog deze verplichtingen even achter je te laten en andere dingen te gaan doen? Ik moet zeggen, dit vind ik wel heel leuk, toch wel speciaal. Je gaat niet elke dag op bezoek bij de koning en de koningin, dus ik heb hier wel heel veel zin in, ja. Wat heb je meegekregen van de aanwezigheid van het koninklijk huis daar? Ze zijn langsgekomen in het dorp en ze zijn, als ik me niet vergis, ook een wedstrijd. Ja, ze zijn een wedstrijd bij ons komen kijken en toen zijn ze even op het veld gekomen. Dus ik moet zeggen, dan toch wel speciaal als je dan, als die komen kijken en als je een handje mag geven. Of althans, het was een box dan, maar dat is toch wel heel leuk, ja. Vol trots kwam je net aan fietsen met je gouden medaille. Hoe blij ben je? Ja, heel blij. Ja, het is nog steeds een beetje onwerkelijk, maar het is super, super vet, ja. Laila, weer terug in Nederland. Ja. Hoe voelt het? Fijn om thuis te zijn, maar ook best wel gek. Ja, het is echt, we komen echt uit een hele Olympische rush en dan ben je opeens weer thuis en is alles weer normaal. Heb je niet zoiets van, was ik maar lekker gewoon echt even thuis, want nu heb je allemaal nog verplichtingen? Ja, tuurlijk. Die verplichtingen horen er een beetje bij en het is ook wel voor een heel groot deel erg leuk. Ik bedoel, vandaag gaan we doen? Een lunch met de koning hebben we volgens mij, dus dat is best wel bijzonder. Dus ja, het gaat eigenlijk nog een klein beetje door, die hele Olympische ervaring. En over een paar dagen zijn we echt vrij. De koning en het koninklijk huis was er natuurlijk volop aanwezig. Wat heb je er echt van meegekregen? Zij waren aanwezig volgens mij de dag voor onze finale. En toen hebben we heel eventjes met Maxima en Amalia, Alexia en de koning zelf gepraat op het vlot. Dus eigenlijk was het heel laagdrempelig en heel leuk, heel gezellig. Ja, het heeft niet geholpen, hè, om goud te winnen? In principe is natuurlijk wie je spreekt voor de dag van je race heeft geen invloed op je resultaat. Dus nee. Wat is nu blijven hangen bij je? Het verlies van goud? Vooral wel het winnen van zilver. En daar heb ik me ook, ik heb dat ook besloten dat ik daar op dit moment gewoon, ik ga er blij mee zijn. En natuurlijk is het op een bepaalde manier wel een klein beetje pijnlijk. Maar ik probeer wel het gevoel van een Olympische medaille winnen te laten overheersen. Maar hoe besluit je dan zoiets in je hoofd om te zeggen, nou hier moet ik maar tevreden mee zijn? Nou, vooral je eventjes focus op wat wel is gelukt en je focus op dat je toch echt die plak om je nek hebt hangen. En negatieve gedachten, zodra je die hebt, een klein beetje parkeren. En dan is het tijd voor de huldiging. Na toespraken van minister-president Dick Schoof en staatssecretaris sport Vincent Karremans kregen verschillende sporters een lintje. De hockeykampioenen werden benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Daarna was er een fotomoment op het bordes van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Met natuurlijk de koning en de koningin. Het is zomervakantie, nog een paar weken. En veel Nederlanders rijden dan graag langs de uitgerekte Franse en Italiaanse wijngaarden. Maar dat zomerse uitzicht kun je ook heel dicht bij huis krijgen. Want ook in Flevoland wordt wijn verbouwd. Alleen is dat met de regen soms wel lastig. Ja, heel fruitige wijn, maar
toch ook nog wel redelijk vol. Je zou denken dat hij een Spaanse Verdejo aan het beschrijven is, maar dit is toch echt een Flevolandse wijn. De grond is heel erg geschikt. Wereldwijd staan natuurlijk heel veel druiven langs rivieren, dus dat is klei. Rivierklei. We hebben hier zeeklei, heel kalkrijk, dus dat is heel goed. En de duurste wijn ter wereld staat op zware zeeklei. Misschien heb je wel eens gehoord van Château Petru. Dat is zware zeeklei. Net zoals hier eigenlijk. Net zoals hier, ja. Hele goede grond dus. Maar zit het klimaat eigenlijk ook een beetje mee? Nou, we hebben hier hetzelfde klimaat als 25 jaar geleden in de Bourgogne. Dus qua klimaat kun je eigenlijk niet zeggen dat het slecht is. Het lijkt alsof het een heel slecht voorjaar is geweest. Maar het was een heel warm voorjaar eigenlijk. Het was een heel warm voorjaar, maar ook een heel nat voorjaar. Heeft ook daar een heel last nat van voorjaar, gehad? Ja. Omdat de bloei heel erg vroeg was en we toen slecht weer hadden, hebben we in één ras eigenlijk geen druiven hangen. Omdat het eigenlijk te nat was tijdens de bloei en te koud toen. Dus daar hangen geen druiven aan. Dat is 20% minder oogst. Ja. Dat is best flink. Dat is, dat is wel redelijk. Ja. De druiven die het wel hebben gered, worden in de wijnkelder omgetoverd tot rode en witte wijn. En die kelder die zit op de eerste verdieping. Nou, bijna overal in de wereld wordt wijnkelder aangeduid als dat deel van het bedrijf waar de wijn wordt gemaakt. Meestal is dat op de begane grond. Er zijn zelfs wijnbedrijven waar het op de vijfde verdieping is. Dit is niet de enige plek in de provincie waar wijn gemaakt wordt. Ook in Lelystad, Almere en de Noordoostpolder zitten wijngaarden. En die wijnen die hebben een echt Flevolands karakter. Wat eigenlijk wel kenmerkend is voor Flevoland is dat we hier wel unieke gisten hebben. En die unieke gisten die bepalen wel een groot deel van de smaak van de wijn. En die gisten zijn nergens anders ter wereld gevonden. Hoe smaakt dat nou, een Flevolandse wijn? Over het algemeen frisheid, fruitigheid en ook wel een zekere mineraliteit. Ja. Nou, heerlijk. Echt een zomerwijn. Een hele mooie smaak met aardbeien. Heel fris. Een klein zoetje erin. Ja, heel lekker. En dat uit Zeewolde. Wie had dat gedacht? Kort nieuws dan. De komende tijd pompt het waterschap water uit het Markermeer de polder in plaats van andersom. Door de warmte laat het waterschap water de Hoge Vaart bij Almere inlopen. En aan de andere kant van de provincie, bij het Veluwemeer, wordt het water er weer uitgepompt om het meer op peil te krijgen. In de afgelopen jaren hebben we al meer water ingelaten en uitgepompt. Het komt omdat er weinig regen is gevallen in de afgelopen periode en er is veel zonverdamping. Dus dan zakt het water in het Veluwemeer. De bouw van een groot zonnepark langs de Noordermeerdijk in Noordoostpolder is begonnen. Het wordt een park met ruim 160.000 zonnepanelen die jaarlijks ongeveer 93 miljoen kilowattuur stroom moeten gaan opwekken. Dat is volgens de eigenaar, energiebedrijf HVC, voldoende om 37.500 huishoudens van stroom te voorzien. En een belangenorganisatie voor mensen met een handicap maakt zich zorgen over een wekenlange busomleiding in de Almeerse Waterwijk. Buslijn M2 rijdt door werkzaamheden tot 23 augustus niet door de Waterwijk, waardoor de hele wijk zonder openbaar vervoer komt te zitten. De werkgroep VIP Almere noemt dat onaanvaardbaar. Wie dit jaar naar Lowlands gaat, kan genieten van culinaire hoogstaandjes van Flevolandse bodem. Zussen Sanne en Eva uit Lelystad staan dit jaar weer met hun foodtruck op het festivalterrein in Biddinghuizen. We hebben ons eitje ontbijtje, dus het Libanees brood met het gebakken eitje en de gekruide yoghurt. De bhaji burger, de wortel met chutney van Flevo Lokaal. En onze crispy potato van de aardappelen van Agrico die we gekookt hebben en daarna gesmashed. Eva en Sanne zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Ze staan dit jaar voor de derde keer op het festival met hun initiatief Flevor. Flevor is de smaak van Flevoland. Is een samenwerking tussen boeren, chefs, verwerkers om eigenlijk die lekkere smaak van onze provincie te laten proeven. Het gaat dan om producten die in Flevoland verbouwd worden, zoals aardappelen, bieten en wortels, waarmee alle handen lekkernijen gemaakt worden. Maar je komt hier en daar toch ook exotische flavors tegen. In Flevoland is wel echt een mengelmoes van smaken. En wat is Flevoland? Het is een vrij nieuwe provincie. En het zijn de mensen die natuurlijk wel die smaken maken. Dus wat je ook terugziet in onze gerechten is dat het van allerlei keukens is. En lekker een samensmelting van smaken. Ik ben de bhaji burger broodje aan het maken.
Is dat ook Flevolands? Ja, dus het Libanees brood wat in Almere wordt gemaakt. Libanees brood uit Almere? Ja, precies. En dan hebben we een labneh, dus dat is een beetje gezouten yoghurt. En de yoghurt komt uit Kampen, net niet Flevoland, maar wel heel dichtbij. En daarnaast hebben we de chutney van Flevo Campus, die gemaakt is van sopropo. En de sopropo wordt geteeld in de kassen in Almere. Los van het kokkerellen moet de foodtruck ook nog klaargemaakt worden. Dus we zijn alles aan het verzamelen. Al sinds vanochtend vanmiddag maken we de aanhanger helemaal klaar. En dan morgenochtend vroeg gaan we die kant op. Duizenden bezoekers worden er dit jaar weer verwacht op het uitverkochte Lowlands dat donderdag begint. De zussen hebben gemerkt dat één product altijd goed in de smaak valt. Ons eitje ontbijtje, wat eigenlijk de hele dag geserveerd wordt. Niet alleen bij het ontbijt? Nee. Het was vorig jaar echt een hit. Omdat het gewoon, als je 's ochtends vanaf 11 uur hebben mensen gewoon zin in een eitje. Het eitje ontbijtje, daar gaan we voor. En dan een vooroordeel dat je vaak hoort. Flevoland zou geen geschiedenis hebben. Maar dat is natuurlijk niet waar, want wij hebben watererfgoed. Deze week neemt Omroep Flevoland je mee langs het watererfgoed van Flevoland. Je fietst er langs, klimt erop, legt je boot eraan of gaat er pootje baden. Ongemerkt passeren we regelmatig de bouwstenen van onze bijzondere waterhuishouding. Deze zomer staat Omroep Flevoland stil bij dit watererfgoed. Dat vertelt over hoe de provincie tot stand kwam en in stand blijft. Hoewel zuidelijk Flevoland in 1968 pas droog viel, heeft ook dit deel van de polder al erfgoed. Graansilo Hagevoort aan de Hoge Vaart in Almere is daar een voorbeeld van. En Jeroen Reinold van Landschapsbeheer Flevoland weet daar alles van. Flevoland was natuurlijk in die tijd nog een hele belangrijke polder voor heel veel graanproductie. Nou, dat moest allemaal over het water getransporteerd worden. Tegenwoordig gaat eigenlijk alles met vrachtwagens, maar waterbewegingen waren in die tijd nog echt veel belangrijker dan nu. En dan moet er een silo komen aan het water. Dat is het makkelijkste, want dan kun je meteen de overslag doen. En je ziet ook de mooie armen nog bij deze graansilo. Waarmee het graan vervoerd werd. Getransporteerd werd van de overslag naar uiteindelijk de boten die daar moeten transporteren. Dat is de reden waarom het er heel dicht altijd bij het water ligt. In de jaren 70 en 80 had de silo een belangrijke functie. Net als de bomen die er omheen staan. Er zijn hele mooie populieren omheen. Die horen bij een graansilo. Ja, want zo'n graansilo stond eigenlijk in the middle of nowhere. Allemaal wind en verstuiving. En met graanoverslag wil je eigenlijk niet te veel wind hebben. Dus er zitten allemaal populieren omheen en deze populieren staan hier op deze locatie ook nog steeds heel mooi te zien. In de loop der jaren werd de silo minder belangrijk en tegen de eeuwwisseling verloor het pand zijn functie. Die stad die groeide natuurlijk langs me zeker en de graanproductie neemt heel erg af. Dus je zag natuurlijk van de noodzaak voor dit graansilo werd steeds minder. Maar het was natuurlijk eigenlijk het oudste gebouw van een bedrijfsgebouw van Almere. Dus er werd natuurlijk toch wel even nagekeken van wat gaan we daar nou mee doen. En ik vind het wel mooi dat ze bij dit gebouw uiteindelijk bedacht hebben van we laten de contouren min of meer bestaan, maar we maken er een appartementencomplex van. Ja, en dat vind ik wel heel mooi, hè, dat je ziet in zo'n bij deze graansilo dat het de functies eraf, maar de geschiedenis blijft leven. En dat vind ik wel mooi. Ja, morgen nemen we weer een stukje watererfgoed onder de loep. Want dit was Flevoland voor vandaag. Meer nieuws vind je zoals altijd op onze website en in onze app. Dan zijn wij er morgen weer op radio en tv. Voor nu, een hele fijne avond.